Ik ben in Thailand ben ik een keer een Indische man tegen het lijf gelopen. En ja, die staan daar en die doen een aantal trucken doen ze. Dat ze de namen raden van je familie. Dus ik had op een papiertje had ik geschreven de namen van mijn familie. En dat had hij allemaal, geraden. En toen ging hij verder en zei ik, nou, zal ik je nog wat vertellen? Ik zei van, nou, oké, doe maar. En toen zei hij van, ja, je gaat nou terug naar waar je vandaan komt. En uiteindelijk kom je iemand tegen van de generatie van je vader. En dan gaan jullie samenwerken en dan leer jij heel veel van. En jullie brengen elkaar op een bepaalde manier verder in het leven. Good morning. Niemand tien het al mee, joh. Tien het al. Tien het al. Zou zijn hou, die is het. Zou zijn hou. Zou zijn hou. Zou zijn hou. Niemand keisje, ma. Keisje. Hou, we moeten je een keisje. Niemand kunnen gooien, je de jodien. Chiqua, je weet, we moeten ze. Weigeren, ze ba. Nou, we gaan gauw ze niet meer. Ja. Zij is het je zijn dabu van de wind, dus een weigeren. Ze bezoek. 你们可以看出来我们是哪里外国哪里吗? 因为外国有好几个国家，然后你们可以看出来我们是哪个国家的吗? 看不出来，那你们猜一下，美国，美国，不是美国，我没去过美国，外国不是一个国家，英国，我们在英国旁边，我们在一个国家叫荷兰。 那我的名字是弗兰克，然后他是萨马利，我们有一个表演节目，这个表演节目是我们在欧洲好几个国家去做，然后现在我们来中国。
是这样。懂了。C'est typiquement chinois. Enfin, et ça, j'essaye de le retranscrire, mais ça fait des notes un peu. Ça fait un peu, voilà, un peu trop fort. Oui, hein. Tu peux faire. Non, parce que ça, tu sais, c'est des gammes pentatoniques. Et dès que tu rajoutes une note en dehors de la gamme, ça change toute l'atmosphère. Okay. Moi, je préfère rester sur la gamme pentatonique. Energie van de natuur is een onwaarschijnlijk mooie bron om allerlei kunst, theater, dans, activiteiten mee te voeden. En zo'n plek als deze, die houdt me bij die les, zullen we maar zeggen. Hier zie je op de achtergrond een kleine joerttent van 5 meter. Die ik lang bewoond heb en waarmee ik mijn eerste vliegend tapijtjes experimenten mee gedaan heb. Ik dacht van, ik wil weten of een joerttent een plek is waarin je publiek goed midden in de natuur kan ontvangen. En dat bleek gewoon, ik werd gewoon verrast door de mate waarin het waar bleek. Toen dacht ik van, oké, nou moet ik alleen nog iets maken wat veel groter is. Donc ça c'est fixé et si tu veux l'ouvrir tu fais ça. Ouais, exact. C'est pas très rapide, hein. Et c'est très lourd. Enfin, c'est très lourd. Bah je trouve quoi. Toi tu vois plus simple. Bah ouais. Si en effet c'est vrai que si c'est très lourd et qu'il y a une tempête et que ça te tombe dessus, c'est pas vraiment génial quoi. Bah ouais. Et donc comment tu le vois toi? Tu n'as pas d'idée encore? Non, c'est pas encore. Pas encore au point. Mm-hmm. C'est pas encore au point, c'est pas évident. Mm-hmm. Bedankt en succes verder. Ja, inderdaad. Hoi, hoi. Gedaan, orgel, regenspullen, die moeten nog wel gedaan worden. 1, 2, heb eens. Je hebt mensen die geboren vaders zijn, hè? Die dus gewoon, ja, gewoon vanaf het begin af aan denk je van ja, die is gewoon gemaakt om vader te wezen. En je hebt mensen die dat helemaal niet hebben. Nou, dat laatste ben ik dus een heel groot voorbeeld van. Dus ik heb de eerste jaar, ik geloof dat ik er 4 jaar over gedaan heb, voordat ik hem een plek in mijn leven heb gegeven waar hij meer in het centrum van mijn bestaan kwam dan in het begin. Want ik wilde namelijk een soort van oerdroom verwezenlijken met mijn clownswerk. Namelijk lekker rondreizen, het is een heel verhaal. En ondertussen was Tim dus was aan het groeien.
En ik zat op een gegeven moment, toen was hij toch al denk ik wel 3,5 al, zat ik op een gegeven moment al een hele winter in Barcelona, waar ik allerlei hele leuke dingen deed. Tot ik op een gegeven moment 's ochtends wakker werd en dacht van, wat doe ik hier eigenlijk? Ik weet nog ineens hoe het met mijn eigen zoon gaat. Dus de belletjes heel laat gaan rinkelen bij mij, kan je wel zeggen. Maar goed, oké. En ik had zoiets van, je bekijkt het maar en je gaat nu zorgen dat je je clownswerk doet op een manier dat je in de buurt van je zoon blijft. En dat heeft me uiteindelijk ook weer teruggebracht naar Nederland. Sokken, onderbroeken, hemdjes, dit. Drie jaar geleden ben ik voor het eerst naar China geweest, omdat Tim, die werkt daar voor een bloembollenbedrijf. En als je nagaat, die jongen is ontzettend druk. Dus ik mag al wat blij zijn dat hij één hele week met ons op die trip meegaat. Hey, Yuguai, nou, ik zie van een mail. 啊，跟他去。哦，是吧？啊，好，那就问你几个东西，这个天气还可以是不是？现在还是天气呢，所以今天我早上要交一点水。你们哪天要打药？啊，后天。后天。后天。啊，行。好吧，那就先这样子吧。啊。嗯，好的。好，哎，慢慢去吧。哎，拜拜。 Nadat Tim naar China gegaan is, is later een goede vriend van hem, met wie ik heel veel getoerd heb als assistent, is naar China gegaan. En die jongen heeft mij op een gegeven moment gepusht om met de dwerg eens te proberen hoe dat nou is in China spelen. Hey, good morning! Hey, how are you? Hey! 吃了吗? 吃了没有? Good morning! Bad. Bad. Bob. Bob. Good morning! Good morning! Hey, how are you? I'm fine. Where do you want to go? Good. Good. Okay, come with me. Okay, ik ben hier 4 jaar geleden gekomen en gaandeweg ben ik in het onderwijs hier terechtgekomen. Er zijn gewoon miljoenen kinderen die hier gewoon niet genoeg ruimte krijgen. Dus er wordt veel te veel gestampt en zo. Dan zit ik in het kleuteronderwijs en daar doen ze dat al. Dus heb ik zoiets van oké, daar wil ik me mee bezighouden, want ik heb daar iets te bieden. Hetzelfde met reizen voor mensen organiseren. Dus ben ik dus ondertussen ben ik dat gaan doen. En dan merk ik ook enorme, gewoon heel veel kansen. En ja, het werk wat ik met Jeanmarie doe, dat combineer ik nou met beide dingen die ik in China doe. Dus dit project is eigenlijk een samenwerpsel van alles wat ik doe. Wat wel eens leuk is, want ik ben of doe ik het een of het andere. En nou kan ik gewoon alles in één pakken. Het is voor mij gewoon een giga-investering. Mm-hmm. Daarom werd ik aan het einde ook een klein beetje scherp. Want ik ga met 5000 euro ga ik nu gewoon over de grens. Mm. En ik ga het wel veilig aankomen. Anders ben ik gewoon 5000 weg. Ja. Ja.
Ja, hij zou sowieso niet in de vuilverbrander terechtgekomen zijn, maar het is goed dat hij er is in ieder geval. Oké. Deze is ingewikkeld. Om hem gewoon in deze vorm te krijgen, gaat deze dus zo open. Dat wil zeggen dat deze verbinding is heel kwetsbaar. Okay. Als je hier een keer tegenaan loopt, omdat je met twee dingen tegelijk hebt, dan is hij stuk. En alles wat nu stuk gaat, kunnen wij niet zo goed repareren. Nee. Maar het orgel karton past. Zo. Hey, wauw. Woepie, wauw, jongens. Dit wordt hem, hè? Hoop ik, hè? Ik beschouw het als een geschenk van het leven dat Frank mij nu in staat stelt om een oude droom, dit is een oude droom van mij, om dat gewoon te zeggen van, hey, Jeanmarie, oh, neem ook even een nieuw draaiorgel mee. De deuren staan wijd open. Als jij dan zorgt dat je spullen mee hebt, kunnen we aan de gang, weet je wel. Dat is wat hij doet. Met zijn ogen ver vooruit en een big smile. Let's go. Ja, dat is Frank voor mij. Dat is gigantisch. Dit is de tong. Dit is de tong. Ja? Oké. Okay. En die tong die kan ei pakken. Wat zegt hij? Deze afmeting. Deze afmeting, ja. Perfect, ja. Alleen hier moeten we bij kunnen, moeten hier door kunnen. Ja, heel mooi, hè, vind ik dat eens, hè. Er gaat zo'n beest gaat daarvan leven, hè. Ik vind het heel boeiend om te zien hoe een volk wat dus bezig is om de verbinding met zijn eigen onderbewuste in te ruilen voor de hele nieuwe wow, I want to be in America trip. Hè? Wat daar nog half mee bezig is. Om te kijken wat daar op dat kruisveld gebeurt. Om te zien wat ik nog in die rijkdom van wat er nog aanwezig is zelf kan opdoen aan inspiratie. En ik ben ook benieuwd hoe zij door mijn dwerggouden ei, zo komt ook zo'n mooi verhaal. Er komt een dwerg en die komt in een verlaten kraaiennest, komt hij een gouden ei tegen en die denkt van wauw, en die hoort van wauw, er zit leven in en die gaat het uitzitten broeien alsof hij een kip is en dan daarna breekt dat ei. Het is bijna een klassieker. Hoe ik er aangekomen ben mag Joost weten, maar het is bijna een klassiek sprookje. En ik ben heel benieuwd en dan uiteindelijk vliegt hij, weet je wel, hij krijgt de stem van een vogel. Ik ben benieuwd hoe zij erop gaan reageren. Is een volk in de binnenlanden van Yunnan, het is een onderdeel van China. En het zijn de Aka's, of de Hanische, verschillende namen dus voor. En het is eigenlijk
qua traditie is het wat je zou kunnen noemen een natuurvolk. Het zijn, zoals dat heet, animisten. Dat wil zeggen, het is een volk wat ervan uitgaat dat de natuur bezield is. Die man die we nu gaan opzoeken, die Bai Bibo, dat is een Hani-man zelf. Is ook iemand die ontzettend veel heeft gestudeerd over die Hani-cultuur. En het ook op boek gezet heeft, wat wel prettig is voor ons. Want die Hani's, die hebben niks op papier gezet, hè. Ja, als je nog twee generaties wacht, dan rijdt iedereen de auto en kijkt iedereen tv. En zijn die kinderen zijn lekker aan het gamen of wat dan ook, hè. Terwijl ze hun eigen mythologische wortels, waar ze mee verbonden zijn, daar worden ze van vervreemd, zeg maar dan. Hè? Het zijn natuurlijk dingen die in zekere zin ook bij ons allemaal gebeurd zijn. Hè? Dus ik had al bedacht, van het zou eigenlijk wel leuk zijn als we muziek op draaiorgel zouden kunnen draaien wat uit hun folklore komt. This one was specially made for this trip. Those are flutes. You know a flute, you know the word flute? There's flutes here under. And there's flutes here. And that's why the for the flutes is a little bit small. So we will start, of course, with the Hani song, eh? So this is the song. Describe real Hani culture. If you can see this song, you will be very, very welcomed. Okay, so and it's real. You will be accepted, uh-huh. And you will be given good dinners. Yeah. So I'm gonna grow fat. Yeah. I think we'll probably get very fat. Aye po mi. Alu yo me ma bia bo dia mi bia ya xia me ma alu yo mi awi ma le ma. Hey Frankie, hey, maar luisteren. Waar je aan moet denken, want we zijn nu dus hals over kop toch die hele voorstelling aan het in elkaar zetten. Deksel op de vlindermand, die ga jij wel tegenkomen. Ja? Twee, als jij iets kan vinden wat gewoon op stro lijkt, dan is dat prettig, want hoe meer het in de buurt komt van raffia, hoe meer ik daarmee kan spelen, snap je? Dat is twee. Als jij aan Yangxi wil vragen of die echt zorgt voor dat licht, dan hebben we voorlopig alles wat ik denk dat we nodig hebben. Ganz hard. Nee, dat is een kande. Kande is houten kande. Nee. En dan dat is een jasje, dat is een mooi jasje, dat is een ganz hard, dan is het nog zo. Ganz hard.
Al die kindertjes zie ik met rugzakjes lopen. En ik denk van, ah, Mickey Mouse, kijk eens aan, Sneeuwwitje, Walt Disney. Die DVD heb ik niet bekeken. En dan heel soms zie ik ook nog een rugzak met een of ander Chinees beeld of zo. En dan denk ik van, nou, die koep van die westerse sprookjescultuur, filmcultuur hier in China, die gaat ontzettend hard. He, dat zet mij eens aan het denken, denk ik van, dat sprookje van mij is natuurlijk ook maar iets wat ik uit mijn duim gezogen heb op grond van de westerse cultuurbodem waar ik uit voortgekomen ben. Maar ik ben wel blij dat ik dat nu kan gaan brengen hier en kan gaan proberen of ik dat kan verrijken met elementen uit hun eigen cultuur die ik zo indrukwekkend vind als het over de sprookjes en legendes gaat. He. Het gaat nu natuurlijk bij de eerste voorstelling helemaal niet gebeuren, maar ja, dat vind ik mooi. Ik val met mijn neus dus in de boter. Scheef. Wie zit scheef? Die katrollen. Dit zit allemaal vast. Snap je? Ja, precies, ja. Dus ik heb geen flauw idee wat hier nou verder de bedoeling is. Nee. Want al die slangetjes, die al die fluiten voorzien van lucht, ja, die zitten natuurlijk gewoon wel vast. In die feestnaar, ja. We gaan te weinig ruimte maken om daar echt iets in te veranderen. Eigenaardig, hè, Frank? Ik heb dus mijn hele leven al wat langer tijd willen doorbrengen in de oerwoud. En ik besef eigenlijk pas het laatste half uurtje dat jij mij trakteert op een trip van een week om daar middenin te gaan vertoeven. Het is toch gek hoe je dus gewoon een half jaar en dus toewerkt naar een bepaald plan, hè? En dat je eigenlijk pas beseft wat je overkomt op het moment dat je daar naar binnen rijdt. Mooi jongens, we zijn er. Jeanmarie, bijlijf bouw. Oh, goshie. Ik heb met mijn dwergvoorstelling, heb ik jarenlang met een stok gewerkt. En iedere keer als ik bij een boom kwam, legde ik hem tegenaan. En in een fractie van mijn kindertijdsecondes, als ik aan het opbouwen was met mijn volwassen hoofd, had ik iets van, hé, mijn luistige boom, volgens mij kan je helpen, want volgens mij kunnen bomen dat. Ik weet niet hoe ik met jou moet praten, met die stok wel eens twee van hout. Zoek het maar uit, ik moet aan het werk, ik bouw het op. En daarna kwam ik met die stok en ik ging spelen
En toen merkte ik dat die dwerg een opvallend vermogen had om het publiek in een staat van bekoring te brengen. Waardoor de harten gewoon baap open dus gingen. En het eerste wat mij toen binnenschoot was van oké, te gek, hartstikke mooi. Oeh, wat leuk. Pas op, ik moet altijd dankbaar blijven dat dat gebeurt.我们的学生都是长期都在生活在这种大自然里边，跟外边的这世界啊就是很封闭，电话啦、信息啦、交通啦、走路这些都很不方便，这次你们能够来，给我们学生那个大开这个眼界。 Van, hè? Als het niet zonder gekraak kan, dan gaat het daar naartoe. Maar dan stoort het spelbeeld in. Ja, dit is dus kloten, hè? In een voorstelling trakteer je het publiek alleen maar op zintuigelijke ervaring. Het enige wat er gewoon gebeurt. Ze zien wat, ze horen wat, kort samengevat. En op grond van wat ze zien en horen gaan ze iets voelen en daar gebeurt het wezenlijke. Ja? En het gevoel, daar ben je naar op zoek.
有种缘分，来个像日本，我们作为我们老师学生学校向他叩谢。嗯，好，谢谢。阿巴多，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 
Het is een hele, trefzekere knaap, hè, Tim. Zet, op een gegeven moment zit hij een doel uit. En dan gaat hij daar rustig op af, hè. Met de nodige doelmatigheid, discipline en rustig geduld en keihard werken. Dat zie je ook niet vies van. Even kijken. Dat hem niet. Nee. Daar is hij.
père. Comment tu fais, toi, pour remettre une poulie? Je mets les deux couvrins sur la petite poulie, ouais. Et après, je mets une par une sur la grosse. Ok, bien. Yeah. Et il n'y a pas d'autre moyen, quoi? Wij hebben dus een draaiorgeltje laten bouwen, specifiek, lekker licht. We hebben ontzettend veel problemen ermee gehad. En dan uiteindelijk besluit het toeval, of het leven besluit, dat het ineens gerepareerd kan worden. Maar nu met z'n drieën, en Tim erbij, gaat er met die trefzekerheid die knul nou eenmaal kenmerkt, gaat dat gewoon gebeuren. En dat vind ik dus heel mooi, omdat het voor mij symboliseert dat liefdeslied tussen mij en Tim, die draaiorgel die wij samen draaien, zullen we zeggen, die muziek zit er wel in, maar hij komt er niet erg uit. En het feit dat dat orgel onder zijn handen uiteindelijk wel voor de bakker komt, dat vond ik een heel, dat gaf me heel veel vertrouwen. In Frankrijk zeggen ze, la vie fait très bien les choses. Het leven doet de dingen heel goed. Ja? En ik denk dat het gewoon een gigantische kanje van de waarheid is. Attends, on y va. Alors. Bon. On tourne l'international de l'amour, ok? Ok. D'accord, on y va. C'est bon, ouais. C'est génial. Zijn meneer heeft mij heel vaak verteld dat hij vindt van zichzelf dat hij niet altijd een goede vader is geweest. Die ervaring heb ik zelf niet. Nee. Ik ben altijd heel erg blij geweest met zijn manier als vader. Ja. Als ik hier in China kijk naar de mensen. Ik was natuurlijk enorm trots op mijn vader. Dat natuurlijk je vader die daar staat. En dat hij dat dus in staat is om dat te bewerkstelligen met kinderen of met mensen uit een heel ander land, uit een heel ander continent. Ja, ik wil gewoon genieten eigenlijk. Gewoon enorm genieten. Dit soort van sprookjes herinneren mensen eraan dat we dus voortdurend geholpen worden door de binnenkant van de wereld. En dat we daar met dankbaarheid en respect van moeten genieten. En in West-Europa, in Afrika, in Australië, in China geven dit soort van verhalen allemaal
dat soort van patronen aan. Van, kijk uit jongens, het leven is een mooie uitvinding, maar je moet wel je hart ervoor blijven openen. En dit soort van sprookjes worden dus aan kinderen verteld, zodat ze dat niet vergeten. En met een beetje geluk gaat dat niet verloren in het besturen van hun leven, met hun eigen levenskunst, zeg maar. Hoe gaat het nu met me? Nou, ik ben zakelijk gesproken ben ik aan het struggelen met het feit dat ik heel krap in mijn geld zit. Terwijl ik tegelijkertijd mijn volgende droom op wil roeien, namelijk dat vliegend tapijt. Maar ik kan niet nog meer schulden maken. Want op een gegeven moment heb ik zoveel schulden gemaakt dat ik gewoon helemaal strand. Ik kwam Frank net tegen, hè, voor het eerst sinds zoveel maanden. En ik merk dat ik zo geobsedeerd ben door die tweedeling in hoe zetten we onze dromen in deze wereld neer. Dat ik met een zekere, wrangheid, ernst, die ontmoeting aanga. In plaats van dat ik vrijuit kan denken van, hey, te gek joh, wanneer ik je tegenkom weer. Want hebben we toch een mooie tijd gehad. Dus het evenwicht vinden tussen hoe ver kun je gaan met het gewoon dromen van je eigen werkelijkheid. En het respecteren van het feit dat je in deze wereld geboren bent. Waar een aantal harde economische feiten zijn die iedereen gewoon in een dwangbuis zet. Ja, en volgens mij is dat de hele dans van het leven. Of je het nou in het groot of in het klein doet. Daar zitten we allemaal in. Lekker maar gewoon. Ja? Ja. Oké, dan hebben we vandaag dus weer iets erbij geleerd.